Maandag is begonnen met de verwijdering van asbest op de Nieuwe Haagse Passage. Dit duurt waarschijnlijk enkele dagen. Bij het slopen van een voormalig warenhuis werd vorige week asbest gevonden. Volgens de gemeente en de aannemer is er geen gevaar voor de volksgezondheid. GroenLinks wil dit zeker weten en heeft om opheldering gevraagd. Door een scheur in een stuk tramspoor is de kruising Brouwersgracht-Prinsengracht tijdelijk afgesloten voor trams. Tramlijnen 2, 6, 3 en 4 worden omgeleid. Het is nog niet bekend wanneer de herstelwerkzaamheden afgerond zijn. Ook is nog onduidelijk hoe de scheur heeft kunnen ontstaan. Burgemeester en wethouders trekken tot 2017 jaarlijks 5 miljoen euro uit voor scholen die willen uitbreiden in het kader van brede buurtschoolactiviteiten. Brede buurtscholen moeten ook onderdak gaan bieden aan welzijnswerk en kinder- en buitenschoolse opvang. Deze ontwikkeling maakt deel uit van de aanpak van krachtwijken.